Lily. Nee, toch? Ja, Lily. Nice. Sander, ik had je echt... Hoe lang ben ik live? 40 minuten geleden goed kunnen gebruiken. Nu is de speedbutton niet meer nodig. Maar net echt. We zijn nog steeds niet uit de tutorial. Hè? We zijn 40 minuten bezig. Omdat die tutorial zo fucking lang duurt. En ik heb pas nog gedaan. Omdat ik pas de laatst faalde, zeg maar. En ik weet niet waar de speedbutton zit. En ik deed het opzoeken. Ik kon hem helemaal niet. Ik kon hem helemaal niet bij de besturing vinden. Ja, nu gaat ze laten zien. Dit is een ledge. Daar kun je overheen springen. Nou. Het is een feest, Lily. Ik ben helemaal trots op je. Zometeen zou het ideaal zijn als ik een Wingull mag vangen. Oh, bij sneltoets. Oké. Okay. Nou, het is nu niet meer nodig, maar... Goed om te weten. Eerst maar even tegen Timmy vechten. Als hij Timmy heet en zo niet, dan niet. En daarna hoop ik dat ik een Wingull mag vangen. Want ik heb die Wingull straks nodig om ja, wat schade te doen bij een pasje waar ik tegen moet. Daar hebben we Inke. Die kan je ook nog vangen hier. Maar die is op dit moment even niet ideaal om te hebben zo. Constrict. Doe eens even normaal, Inke. Jij vuile bitch. Hij doet niet heel veel damage, dus dat is fijn. Moeten we maar even gaan switch trainen. Ik hoop echt dat het een... dat het een Wingull wordt. Die ik mag vangen. Dat zou even ideaal zijn. Of ik weet niet of er nog een andere waterpokémon in zit. Maar... Oh, Slowpoke zit hier ook nog. Slowpoke zou ook nog kunnen. Het liefst eentje met watergun. Oh, het is 1K. Nou, die gaan we ook gewoon proberen te vangen. Level 7! Jee, we hebben 1K. Die moet ik even opzoeken. 1KPNG. Dark Psychic, oké. Okay. Zeker, zeker, zeker. Hoe gaan we hem noemen? Een Awakening. Zo. Oh, hij is nog... Wacht. We komen straks eerst een Pokémon Center tegen, dus... Oh. Shiny Wingull? Nee, wel een gewone Wingull. Oh jee. Oh. Laat me alsjeblieft runnen. Nice. Nou, nou hebben we... Even kijken, hoe lang zijn we bezig? 45 minuten en we zijn nog steeds in de tutorial. Yes. Ah, bij Sun and Moon duurt het echt een half uur voordat je je eerste Pokémon hebt. Dat is in deze game gelukkig niet. Ja, ga jij maar mijn Pokédex even bekijken. Gooi er een Rotom in. Doe er wat mee. Ja, Rotom, hartstikke leuk. Schiet alsjeblieft een klein beetje op. Nou, we hebben een Rotom-dex hoor. Het is een feest. Dankjewel. Ik moet zeggen, dat vind ik wel echt goed in deze game. Die kaart die je er zo onderop hebt. Dat is super handig. Op de kaart, 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 op de kaart. Nou, hou moet nodig even zijn bek dicht houden. Dat moet hij nodig. Het is al... Oh ja, nu wordt het donker buiten. Oeh, spannend. En dan krijgen we zo meteen nog de trainer school. Sun and Moon was zeker leuk de eerste keer. Maar deze game is veel uitgebreider, veel mooier ook. Ik weet niet of je net route 1 had gezien. Maar dat is allemaal heel mooi bekleed. Terwijl dat bij gewone Sun and Moon allemaal statisch is, zeg maar. Zeker, de Pokémon is ook vet. Ik weet ook... Hey, XP share. Oh, dat is super nice. Dan switch ik weer naar Rowlet. Ik weet nog wel dat wij toen helemaal hyped waren voor deze game. En ook dat je echt om de twee weken iets van een trailer kreeg, vond ik echt vet. Of zal ik hem nog even... Ik laat hem nog even vooraan staan. Pokeballetje. En een trainertje. Ja, dat was gewoon Sun and Moon. Ja, dat bedoel ik ook. Oké, dat moet geswitcht worden.
Jankte dan Bonesly. Oh, dat was een crit. Lol. Leewitch, op je snoeterd. One hit kill? Oh, valt me nog tegen. Nou, dat is één van de vier verslagen. Die andere... Hey. Staat hier in de tuin waar ik een Pokémon opvang. Dus dat is super nice. Trainer school Pokémon. Ik weet alleen niet zo goed welke... Oh, Zorua kan je hier vangen. Maar dan moet je super veel geluk hebben. Want dat is een 5% encounter. Oh! Fucking nice. Ik ben een hele blij, jongen. Pokébel, nu. Die Zorua willen we echt. Ah, oké. Okay. Die Zorua willen we zeker. Wat? Ik word hier genaaid. Oh, pursuit. Shit. Oké, okay, ik moet healen. En dan switchen. Want als hij pursuit doet, als ik switch, ben ik genaaid. Ik kan beter healen en pokeball gooien dan, denk ik. Ja, dat durf ik niet aan. Ik wil niet alweer een Pokémon kwijtraken. 1, 2, 3. Oh, kutzooi. 1, 2, 3. Nice. Hoppata, Zorua in het team. Very nice. Ja, we gaan hem een nickname geven. Super, super nice dat we een... dat we een Zorua kregen. En een Paralyze Heal, nice. Hey, wajo, nog een keer een 5% encounter, fucking heftig. We moeten in de gaten houden dat we straks tegen een level 10... tegen een level 10 Litten moeten. Dus we moeten wel even iets verzinnen om... om die te kunnen verslaan. Oh, gun mij een pack. Wat een flut. Ah, oh, heeft hij nog 2 HP. Is je ook al opgevallen, Sander, dat de HP-balken anders zijn dan in gewone Sun and Moon? Oeh, level 11. Astonish. Die kan eventueel low-level nog wel van pas komen. Als ik een keer een geest aanval nodig heb. Nice, nice. Full play. En de moves, ja, bijna alles. Full play voor Constrict. Ja, er is best veel anders. En dit zijn alleen maar aesthetics, dat snap ik wel. Maar ook best wel veel gameplay anders. Heel veel, ja, ze hebben helemaal andere routes erbij gemaakt en zo. Het is echt vet. En je moet echt zelf, zeg maar, surfen naar andere eilanden. Ik ga even healen. Ik ga even healen, want healen, dat is cool. Even kijken of Zorua een beetje decent aanvallen heeft. Ja, pursuit, maar daar heb ik niet zo heel veel aan. Kan ik beter Inke nog heel eventjes trainen. Pack, kijk, die kunnen we misschien wel met Inke gewoon goed verslaan. Ah, oh, in de helft al, hij gaat harder. Oh, hij heeft een berry. Ja, klopt, dat is wel grappig. Oeh, harde. Dat doet het alleen maar weer langer van. Dit is uitstel van executie met de pot. Doe gewoon even normaal. Oh, nog een keer harde. Dat is toch geen harde, hè? Kwast is level 7.
Oeh, 3 Oranberries. Daar houden we van. Nu wordt die Litten zometeen alsnog pittig. Hij wordt pittig. Maar ik moet eerst nog tegen een andere trainer op het schoolplein. Dan ga ik healen. En dan tegen dat vrouwke die zo kut is. Ja, ik moet straks tegen een Litten van level 10. En dat is kut, want ik heb nu geen Wingull met watergun. Nee, tuurlijk kan je die niet vangen. Oh, wacht, die moet die zijn. Ik moet tegen een trainer met de Litten van level 10. Maar eerst tegen deze snuiter. Hallo snuiter. Dan kunnen we straks nog wel in het volgende stadje een Pokémon vangen. Rising Star Jozef. Met een Ekans. Intimidate, hij durft. Dat deed zeg maar best wel damage. Ik was level 8, jee. Hij leert nog geen goede aanval, dat is dan wel een beetje jammer. Hij geeft ook echt een kut ding. Ja, work up. Daar hebben we echt helemaal niks aan, jongens. Daar hebben we helemaal niks aan. Ja, en dan krijgen we Lily die dan echt fucking heftig gaat doen. Milan, wil je alsjeblieft naar de tweede floor komen? Wat? Verschrikkelijk. Wat voor verschrikkelijk ding heb je nu weer gedaan? En dan zegt ze ook nog, ja, dat is wat jij zegt. Wat een hater is die Lily, jongen. Echt afschieten. Ik hoop dat die Cosmog in haar tas gewoon zelf de struk doet. Weg ermee. Vertrouw gewoon tot het precies. En ik ben nog wel je mattie. Tenminste. Dus, Oké, hier ging het dus de vorige keer helemaal fout. Omdat ik niet wist dat we tegen een Litten moesten. Nu weet ik dat we tegen een Litten moeten. Van level 10. En ik heb nu ook een andere Pokémon dan Rowlet bij me. Dus ik hoop dat dit goed komt. Kom op. Veel damage, hoor. Oh, dit is super nice. Oké. Als hij me nu niet crit, dan is het super nice. Nice. Ik ben zo blij. Oké. Dit ging een stuk makkelijker dan wat ik had verwacht. Ah, top. Die nickname van Inke heb ik speciaal voor jou gedaan, Sander. Oeh, ik krijg 5 Great Balls. Die kunnen we zo meteen misschien wel gebruiken. Die is zeker goed. Captain Ilema. Oh ja, Trial Captain, hè. Zeker een goede nickname, ja. Speciaal voor jou. We mogen dus zo meteen even in het stadje wat straks gaat komen een Pokémon vangen. Alleen je kan er dus ook Mime Junior vangen. En dat is dus een Pokémon die je niet wilt. Ja, mag ik alsjeblieft weg? Laten jullie me alsjeblieft gaan. Het is niet dat de tutorials dan over zijn, hoor. Want we lopen hier zo meteen uit. En dan worden we als het goed is weer tegengehouden. Omdat we moeten ouwen. Oh, wacht. Dit keer gebeurt het wel vanzelf. Ja, nu gaan we die Tauros. Ja, maar dat is met... Dat was toen straks helemaal in het begin was dat echt heel heftig. Dat is het echt om de... Maar echt niet gelogen. 2 stappen naar voren en toen werd je alweer tegengehouden. Oké, Pokémon zielen en op naar het volgende stadje. Wel fijn dat je snel XP share krijgt, overigens. Daar ben ik wel blij mee. Nu top. Nou. Dan krijgen we zo nog een stukje tutorial over hoe je foto's moet maken. Dan moet je zo'n Pikachu fotograferen. Oh. Ik moet hem petten, hoor ik net. Pet its face.